We hebben gevaren met de Delen 34 op het Haringvliet vanuit Stellendam. De 34 is een van de kleinere modellen van Delen. En dat is wat verrassend, want op dit moment zijn er weinig andere merken die een 34-voeter op de markt brengen in dit segment. Dus dat wil zeggen Performance Cruiser, een vrij snelle boot waarmee je ook goed kunt toeren. We hebben gevaren met ongeveer 10 tot in de vlagen 15, 16, misschien ook wel 17 knopen wind. Wat opvalt is dat de boot gemakkelijk aan de praat te krijgen is. Ook als je niet trimt als wedstrijdzeiler, dan gaat hij er snel vandoor. Niet ongecontroleerd, want hij stuurt heel direct en je weet direct wat je eraan hebt. De boot ziet er van binnen en van buiten erg netjes en goed afgewerkt uit. En dat is het verdienste van de Hanse Groep, die erg veel boten maakt en daardoor veel efficiënte oplossingen heeft bedacht voor allerlei dingen die standaard zijn. De standaard kabelbomen, dus elektra, zit gewoon goed in elkaar, want ze kunnen zich dat niet veroorloven om daar alles custom te doen. Beneden deks hebben ze gekozen om geen compromissen te sluiten. Dat wil zeggen dat er een plaats is om te slapen voor 4 man. 2 man achter, 2 man voor in een nette hut. Niet te groot, niet te klein. Dat er een mooie natte cel is. Toilet, douche, dat is compleet. Complete kombuis met een erg grote koelkast, dat dan weer wel. Plek voor 4 om te dineren, maar je kunt er ook met z'n 6 zitten. Eventueel ook met z'n 6 slapen. En ook nog een hele grote barskist achter, zodat je ook al je spullen buiten kwijt kunt. Al met al is de Delen 34 een hele nette boot. Een hele keurige boot en ook wel stijlvol. Je betaalt er vanaf €131.000 voor. Dan heb je een zeilklare boot. Is niet goedkoop, is ook niet extreem duur, maar is een mooie prijs.